Astronaut Jasmine Mogbelli was druk bezig met een reparatie aan ruimtestation ISS. Jasmine Mogbelli here, as she works on the RFG, the radio frequency group. Maar dan gaat het mis en verliest ze haar kistje vol met gereedschap. Het zweeft weg de ruimte in en ze kan er niet meer bij. Een beetje onhandig, maar het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2008 ging het ook al mis bij een andere astronaut. Oh, great. We have a lost tool. In de ruimte zweven meer dan 40.000 grote stukken ruimteafval. Dat zijn bijvoorbeeld onderdelen die zijn afgebroken van een satelliet of raket. Na een tijdje zweven komt een deel van het ruimteafval onze kant op. Maar het komt hier nooit aan, want het verbrandt zodra het dicht bij de aarde is. En dat gereedschapskistje, dat kun je nu dus zien zweven door de ruimte. Experts denken nog een paar maanden. Je hebt er wel een hele sterke verrekijker voor nodig.